What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ik ben hier met Marije. Het is de beste mannelijke en beste vrouwelijke YouTuber van 2018. Zit naast elkaar. Hoe voelt het nou om eindelijk die award in je handen te kunnen hebben? Ik heb hem nog niet. Jawel. Lekker. Staat mijn naam er ook in? Nou, laat maar zitten. Voor de mensen die dit niet weten, dit is Marije. Hoi, ik ben Marije. Wat wil je dat ik over mezelf zeg? Waarom vinden YouTubers altijd zo tering moeilijk om gewoon een fatsoenlijke introductie van zichzelf te doen? Wat moet je voor jezelf zeggen? Ik ben 19 en ik woon in Amsterdam en ik maak YouTube. Ja, nou zeg dat dan gewoon. Dat is toch de waarheid? Oké, het is dit. Ik heb een halve paprika voor je. Oh. Zeker geen twee paprika's. Nee, ik heb er net voor halve in de koelkast. Ik weet niet precies waarom. Wij zitten hier vandaag samen om een video te maken over klederdracht. Wij hebben besloten om samen een video te maken waarin wij kleding voor elkaar hebben gekocht. Dat hebben we al gedaan. Dat hebben we gedaan via United Wardrobe. We hebben de topverhaal. We hebben jullie gevraagd om allemaal leuke dingen op United Wardrobe te zetten. Met de hashtag Calvin Marije. En daar hebben wij even goed in gespeurd. En daar zijn een aantal kledingstukken uitgekomen die we vandaag aan elkaar gaan geven. Dit zijn allemaal dingen die jullie erop hebben gezet. Waar wij uit hebben kunnen kiezen om voor elkaar te kopen. Ik moet eerlijk toegeven, toen wij het op Instagram vroegen van joh, doe even hashtag Calvin Marije. Had ik niet verwacht dat er zoveel keuzes zijn. Nee, dat was echt zoveel keuzes. We hebben allebei 3 outfits voor elkaar gekocht. Ja. Sommige dingen moeten we even onze eigen dingen bij combineren om het helemaal compleet te maken. Mm-hmm. Het plan is als volgt. We gaan steen, papier, schaar doen. Degene die verliest mag kiezen wie... dit gaat verkeerd. Steen, papier, schaar. Degene die wint mag kiezen wie als eerste de outfit moet aandoen. Oké, zo ja. Hebben we een deal. Ja. Ik heb deel van de outfits is dingen waarvan ik denk, oké, dat is wel een soort van Marije-stilo. Maar ik heb ook, zeg maar, wat geprobeerd qua, oké, hier heb ik Marije nog nooit in gezien. Dus misschien is het daar extra leuk. Daar past de reden voor. Ik heb echt leuke dingen. Dit is de manier om ook de kijkers, zeg maar, een andere kant van Marije Starfield laten zien. Steen, papier, schaar. Oké, ik ga wel eerst. Wat bedoel je? Eerst ik ga eerst jou... kleren aandoen. Ja, fuck! Ik ben echt als de dood hiervoor, hè? Hoezo? Ik haat, zeg maar, kleding voor vrouwen uitzoeken. En dat komt omdat ik het gewoon niet kan. Ah. Ik kan dat gewoon niet ik zo goed. Ik vond het wel heel leuk voor jou en ik heb oprecht hele leuke dingen. Dus, okay, dus dat voor mij is dus nemen. Extra kut. Ja. Ik pak het even. Let's party! Dat is ook nog iets. Ik ben heel slecht met maten van kleren en zo. Ik weet maar waar eens... was Nina? Heeft Nina je niet geholpen? Nee. Oh. Disappointed! Ik ga beginnen met iets waarvan je sowieso denk ik blij wordt. Oké. Dit is sowieso een soort van, we beginnen een soort van goed. Ik heb dit voor je. Ik heb deze! Kut! No! Oh my shit! Ah! Niet doen! Ah! Ik kan nooit iets goed doen! Maar je hebt wel goed gedaan, want dit is iets wat ik leuk vind. Dus dan weet je het wel, maar ik heb ze wel en ze zijn wel heel leuk. Nou, dan heb je er nu 2 paar. Dankjewel. Voor als de ene vies is of gestolen wordt. Oh, wat een verrassing. Nog één. Een tweede schoen. Hè? En dan heb ik een broek. Mm-hmm. Ik heb deze broek. Maar dit is ook leuk. Ja, toch? Ja. Ik heb zo'n broek. Ja, waarom heb jij dit allemaal? Een andere kleur. Okay. Oh, maar dit is ook best wel een lekker stofje. Ja, toch? En dan heb ik een trui waarvan ik sowieso weet dat je hem leuk vindt. Want je hebt hem een soort van nu al aan. Oh, god. Maar ik weet niet of het een goede maat is. Maar ik heb niet eens echt naar de maat gekeken. Want ik heb eigenlijk een kwartier geleden pas alle dozen geopend. Ik heb deze trui. Het is zeg maar precies de trui die jij aan hebt. Maar dan is hij wel leuk. Ik zag jou binnenkomen in deze trui. En ik dacht, oké, ik zit sowieso safe met mijn Adidas keuze. Ik zou zeggen, ga eventjes hierachter jezelf opsluiten. Verbaas me met hoe deze outfitje staat. Ik ben zo trots. Bye. Marije Zuurveld. Wow, ik vind de broek wel echt top. Jij niet? Ja. De schoenen zijn sowieso leuk, want ik heb ze zelf. Ja, precies. Ik zou ze niet zelf schoenen kopen. Schoenen konden sowieso geen tegenvallen zijn. Ik denk dat de trui misschien een maatje groter had moeten. Ja. Maar in de basis zeg ik te doen. Lekker, yes. Marije. Maar wat vind jij ervan dan? I like it. Ja, nee, serieus. Alleen de combi misschien niet. Ik zou zelf gewoon een t-shirt hierop doen. Oh ja, ik heb ook nog wel een t-shirt. Je hebt het goed gedaan. Hey! Oké, mag jij? Kom erbij. Oké, ik ga ook. Nee, ik heb sowieso niks echt safe. Er waren geen schoenen bij deze outfit, dus je doet deze aan. Oké, okay, nou die zijn al van jou. Die had ik al. Die zijn leuk, hè? Hè? Wat leuk! Dan heb ik een t-shirt. En ik heb deze zelf ook alleen in een andere kleur. Dus toen dacht ik, hey, I like this. En dit is met streepjes. Wow. En hij is van Guess met A$AP Rocky. Oeh, even een niveautje hoger hè, hier ook. En dan heb ik iets waarvan ik eigenlijk dacht, dit wil ik zelf hebben, maar ja, hij is wel, cool hè. Hij is, ja, hij is wel dope, hij is wel echt crazy groot. Ik hoop dat je deze gaat passen, want deze vind ik echt heel leuk. Dit is een tuinpak. Wow. Van Tommy. Wow. En ik vind hem heel vet. Fucking hell. Maar ik hoop niet dat hij te groot is. Kijk maar aan. Shit. 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 Bedenk me nu pas, is dit een soort van strijd van wie de jawel hè? Ja. Ja, oké. Okay. Kijkertjes, let even goed op, want jullie moeten uiteindelijk bepalen wie de leukste outfits heeft uitgekozen. Maar dat kan je aan het eind van de video doen. Ik ga me even omkleden. Ja. Doei! 3, 2, 1!
Ja, ja. Tada! Ja, het shirt is wel een beetje groot. Je moet het even zo naar achter trekken. Zo, hier. Ja, maar. Ja, dit is beter. Ja! I like this. Hij is niet eens te groot. Niet? Yo, mensen. What do you think? I like it. You do? Echt, ja, ja, serieus. Hey, kijkertjes. What do you think? Tada! Het is tijd voor mij. Ah, ik ben weer bang. Ik ben weer bang. Ah, kut. Ik ben wel meteen met de outfit begonnen waarbij ik soort van meest zeker was dat je hem vet zou vinden. Ben je klaar voor outfit nummer 2? Ja. Oké, okay, eerst even hoesten. Ik heb een aantal leuke outfit onderdelen voor je. Oh, je hebt al gekeken. Nee, maar je hebt heel toch geheimzinnig. Ga je eerst weer de schoenen laten zien? Niet zeggen dat je deze al hebt. Waarschijnlijk heb je ze al wel. Dit zijn ook echt weer schoenen die jij zou hebben. Maar goed, dit zijn schoenen die Nina heel lelijk vindt. Maar volgens mij kan jij dit wel hebben ofzo. 97. Ik heb deze in het zilver gehad en ik heb ze nu in het wit. Wat heeft dat te betekenen? That I like it. Dat je ze niet mooi genoeg vond en ze daarom weg hebt gedaan? Nou, dat zeg ik niet. Nee, okay, want die zilveren waren te klein. Oké. Okay. Nou, ik heb nog een tweede voor je. Thanks. Wow. Dan heb ik een broek die nogal excentriek is. Ik weet niet of het een goede maat is. Volgens mij is hij iets te groot, dus misschien moet je even een riempje van me lenen. Maar hij is denk ik wel leuk. Of niet? Ik weet het niet. Ik heb deze broek. Maar dit is wel cool, want ik heb... Ik heb deze broek in deze, precies dit, zeg maar dan helemaal. Ah, omdat het nice. Zeg maar allemaal kleuren door elkaar zijn. Lekker! Dit had ik totaal niet opgezocht op je Instagram of je al zo'n soort broek had of zo. Nee. Maar hij is wel heel groot. Ja, het is een XL. Ja, mij is een M. Dus. En dan heb ik een shirt. Mm-hmm. En dat is dit shirt. Ja, ik hoop dat die past. Of niet, ik weet het niet. We gaan het zien. Yeah. Lock yourself up! Hey mensen, mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe het dan sowieso even door je te abonneren op mijn kanaal, want ik ben ziek. En desalniettemin maak ik deze video voor jullie. So, you know, we got this together, man. Marije, doe de deur open. Ik weet niet wat ik doe. Ik zat er blijven niet open. Dit staat in mijn schoen. Wat? Ik zweer het, ik deed mijn voeten en ik denk... Er zitten lollies in je schoen. Hey, thanks voor de lollies. Thanks. Val me niet tegen, of wel? Nee, of wel niet. Ja, kijk, ja, alleen misschien een andere kleur schoenen. Marij, you look attractive out of what was good, Marij. I like it. Marij Zuurveld is back. Ik ben best wel trots op mezelf. Ja, ik ben best wel trots op mezelf. Oké. Okay. Otje, ik ben trots op mezelf. Otje, ik ben trots op mezelf. Ben je ook trots op mij? Oké, okay. Zal ik jouw outfit pakken? Ja, pak maar even mijn outfit. Okay. Ik vind het wel leuk, wil je eerlijk vertellen. Ja? Ik vind het tot nu toe wel leuk. Oké, okay, het eerste item is gewoon een wit shirt. Oké. Okay. Dan een broek. Ik zie je al kijken, wat is deze blik? Ja, hoe noem ik het? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dit is wel zeg maar precies wat ik van jou had verwacht. Volgens mij was het zo'n blik. Maar dat betekent niet dat het slecht is. Dankjewel. Oké, okay, dan heb ik schoenen waarvan ik had gewild dat ik ze voor mezelf had gekocht. Oeh. En dat zijn deze babysa's. Oeh. You jealous? Oh. Ik heb nog een accessoire, want ik dacht het is tijd voor verandering. Oh shit, dus je krijgt een koksmuts. Nee, je mag je karsoorloosje even wegdoen. Wow. Heb je deze ook daar gevonden? Ja man. En dit is zo een, die gewoon... Ja, dat is vet hè. Fucking hell. Hoe sick? Slow motion. Yeah. Oké, okay, ik ben hyped nu al. Oké, ga het aantrekken. Lekker Marije, dankjewel. Dit is wel vet. Ja. Ik vind die broekje best goed staan. Ja? Ja. Ik moet wel tot mijn navel ongeveer. Echt? Is hij zo groot? Ja, hij was best wel... Hij was best wel groot. High-waisted mannenbroeken. Ja. Daarom heb ik mijn shirt ook maar niet ingedaan. Ja, ik ben gewoon verliefd op deze schoenen. I like it. I like it too. And don't forget the Pikachu watch. Don't forget. Ik draag de laatste tijd meer van dit soort broeken. Oh shit. Dat waren de schoenen. Oh, ik dacht echt dat je hele lichaam had kraken. Nee, dat waren gewoon de schoenen. Nu is het moment aangebroken. Ik ben echt bang. Ja, nee, dat is ook wel redelijk terecht, denk ik. Ik heb namelijk iets voor jou uitgezocht. Kijk, het leven gaat om je grens verleggen. Uh-huh. Om uit je comfortzone gaan. En ik dacht, hier is het goed als ik voor Marije niet alleen fucking vette broeken of schoenen ga kopen. Die ze toch zelf ook al een soort van heeft. Want je hebt dit eigenlijk allemaal al. Misschien moet ik iets kopen wat ze nog niet heeft. Waarvan niemand ooit dacht dat ze Marije Zuurveld in die hoedanigheid zouden meemaken. Uh-huh. En dat ga ik nu voor je pakken. Oh god, nee, je maakt me echt bang. Ik wil niet meer. Marije wil niet meer. Deel 1 van de outfits is een... Pak mango sinaasappelsap. Ja. Dan heb ik een beetje dit voor je. Het feit dat die doos nu al zeg maar bijna leeg is, maakt me bang. En ik heb een lepel voor je. Nou, een lepel. Ik Nee, maar het is helemaal niet zo heel erg, denk ik. Valt allemaal best wel mee. Oké. Ik heb een jurkje voor je. En ik hoop niet dat je me vermoordt. Maar hij is niet heel erg. Okay, dit is zwart. Dat is al. Het is zwart. Safe, soort van, hoop ik. Ik heb dit voor je gekocht, Marije. Ja, ik kon het niet laten. Oké, geef maar. Oh my ik ben God. Trots op je, Marije. Marije Zuurveld, ik kan niet wachten. Otje kan ook niet wachten. Het staat niet verschrikkelijk.
lelijk. Marije, super fel. Oh, het is helemaal niet lelijk. Weet je. Marije. Hey, maar ik vind het je helemaal niet slecht staan. Het staat je eigenlijk hartstikke goed. En ik weet bijna zeker dat alle kijkers ermee eens zijn. Het is een lelijk jurkje. Nee, ik had nog veel erger kunnen uitkiezen. Dat kan ik je vertellen. Er stonden dingen op die site, jongen. Toen dacht ik, ga je dat niet aandoen? Ik vind het dan niet eens zo verkeerd. Nee, het staat prima. Ga je zo naast me zitten of wil je toch iets aandoen waar je comfortabeler in voelt? Ja, ik denk niet dat ik hierin kan zitten en dan scheurt hij. Oké. Hi. You ready? Ja, het is fucking veel. Ja, oké. Okay. Pas niet eens in deze maar doos. Maar dat komt door dit, want dit is... What is this? Een lange jas. En ik weet dat je gaat zeggen, ja, maar dit is iets wat Peter aan zou trekken. Maar dit is iets wat jij nu aan gaat trekken. Oké, is goed. Oké, dan hebben we een broek. En het is een nette pantalon. Oké. En ik denk dat die te groot is. Lekker. Dan doen we even hetzelfde shirt als er straks. Oké. Okay. En dan... Schoenen! Ik had deze zelf, maar ze waren te klein. Dus Hey, ik vind het qua combi kan niet beter. Kan niet beter eigenlijk. Ik voel hem al wel. Ja? Nee. 3, 2, 1. Hey. Hey. I like this. Het is een combinatie van drie en netjes en classy. Wat vind je van de jas? De jas is eigenlijk heel goed. Ook qua maat, hij is eigenlijk perfect. Ja, serieus. Nee, ik vind dit nice. Mocht jij nou willen laten weten wie jij de leukste outfits hebben vond gekund uitkiezen, uitzoeken. Als je nou ziet van, joh, de outfits die Marije uitgezocht had voor Kelvin, die waren top. Stem dan even op Marije in het polletje. Denk je nou, hey, Kelvin had eigenlijk toffere outfits voor Marije uitgekozen, zoals deze fucking broek. Stem dan even op mij. Marije, dankjewel dat je mee wilt doen in deze video. Abonneer even op Marije. Mocht je haar kanaal nog niet kennen, doe het er sowieso. Ik zie jullie volgende keer weer. See you soon. I love you. Bye.